staan hier in Erpenmeren aan de kermis. En waarom? Omdat ik zelf ook hier sta met een attractie, Vins Minirad. En dat doe ik als hobby. We zijn als kleins af aan begonnen met de kermis. Ik zag het op Instagram verschijnen en ik dacht, aangezien ik toch een onzeker persoon ben, dacht ik, ik ga meedoen voor mijn zelfzekerheid, een boost te geven. Er had mij wel iemand van Miss Fashion zelf een berichtje op Instagram gestuurd, maar ik had mij al ingeschreven. Ik studeer en ik werk. In het weekend werk ik en in de vakantie ook, ganse vakantie. Maar ik studeer ook nog als kapster in Aalst. Ik wil graag een kapsalon openen, maar ik wil eerst rechten proberen studeren. Maar mijn tweede optie is sowieso een kapsalon openen als het niet lukt. Mijn zus studeerde ook kapster en ze is eigenlijk een beetje een voorbeeld en daarom ben ik ook kapster gaan studeren en mijn kleinere zus studeert het nu ook. Ik heb altijd al van kleins af aan dat gezegd eigenlijk, of het was kapster of bakker of advocaat en uiteindelijk wil ik toch wel echt het proberen. Goh, ik weet dat eigenlijk niet. Dat is gewoon in mijn hoofd opgekomen. Ik kijk graag van die series, films, zo over advocaten. Dat is waar, voor de opzijkapsels natuurlijk wel. Dan moet je een beetje creatief zijn, nadenken, maar dat lukt wel. Dan er meer deuren open gaan voor mij, want ik wil ook graag meer leren in de modellenwereld, dus fotoshoots en zo. Niet worden, maar als in het weekend of zo wil ik dat wel. Ik maak daar wel tijd vrij voor. De mensen kunnen ook op mij stemmen en dat is door een sms'je te sturen naar 6045 met grote MF spatie 13. En als ik de meeste stemmen heb, dan zit ik sowieso in de top 10.